Parkinson thuisstudie, moet je altijd samen met je eigen neuroloog meedoen aan dit onderzoek? En heeft die neuroloog dan ook inzicht in alle gegevens? Nee, het antwoord is nee, dat hoeft niet, omdat het echt een wetenschappelijke studie is. Mm. Wordt georganiseerd vanuit Nijmegen. Dus de onderzoekers vanuit Nijmegen zijn de contactpersoon. Het is absoluut waar dat in een volgende fase, na afronding van de Parkinson thuisstudie, als je dit soort apparaten echt in de zorg wil gaan inzetten, hè, zoals dus jullie de coach al daadwerkelijk wel in de zorg met de dokter inzetten, dat is in de volgende fase. Maar nu voor de studie hoeft dat dus niet. Okay. Want Nicola, je bent onder behandeling in Den Haag, vertelde je. Precies. Ja, je hebt het wel met je neuroloog besproken. Ik heb het aan mijn neurologen verteld. Ja. Alleen daar zie je natuurlijk ook dat tijd is natuurlijk altijd een beetje meer beperkt. Dus iemand heeft niet de tijd om uitgebreid te gaan kijken hoe dat er allemaal uitziet. Dus dat is een van de aanbevelingen die ik zou willen doen. Ja. Dat er op een gegeven moment rapportjes uitrollen. Niet alleen voor de dokter, maar ook voor de patiënt. Dat je een beetje kunt zien van wat al die getalletjes. Want je krijgt natuurlijk wel een beetje indruk. Ja. Maar je zit er als leek naar te kijken. En je hebt eigenlijk geen idee wat die getalletjes zeggen. Maar dat er iets van een rapportje is wat je kunt bekijken van, en kunt geven. Dan zal het denk ik een belangrijke bijdrage zijn tot de diagnose. Ja. En dat zit absoluut in de planning. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En het aanpassen van het gedrag dan, Nicola, ook. Hè? Dat je die feedback krijgt en dat je weet van, hé, daar gaat het fout. Ja. Daar moet ik aan werken. Dat is uiteindelijk wat je brein... Nee, het kan een heel mooi tussenspel worden.